We hebben veel zware wapens gevonden, automatische wapens. Dan moet u denken aan Kalashnikovs en M16's, maar ook handvuurwapens hebben we gevonden. En daarnaast ook drugs en veel geld. Er waren meerdere ondergrondse ruimtes, goed weggestopt. En we hebben ook met een speciaal team daarvoor gezocht. En met dank aan dat team hebben we die ruimtes gevonden. En in die ruimtes lag onder andere een deel van die wapens. U heeft een aantal mensen aangehouden. Waar worden zij van verdacht? Zij worden onder andere verdacht van het hebben van een criminele organisatie met z'n drieën. Eén daarvan zien we echt als leider. En die criminele organisatie houdt zich bezig met de drugshandel, met de vuurwapenhandel, het witwassen. Daarnaast hebben we een aantal concrete verdenkingen. En dan gaat het bijvoorbeeld om de import van drugs, veel drugs. En om diefstal van een vrachtwagen met een oplegger. Wat was de concrete aanleiding om daar te gaan zoeken? Wij hebben ze al even in de gaten gehouden en we hebben bedacht dat ze het mogelijk niet alleen in hun huis zouden hebben, maar ook in de ruimtes, in de nabijheid. En dat bleek te kloppen.